Het is vandaag Blue Monday, volgens een Britse psycholoog de meest deprimerende dag van het jaar. Die gedachte is door veel mensen klakkeloos overgenomen. En daarom zijn wij in Ede de straat op gegaan om te kijken hoe de Edenaren deze Blue Monday beleven. Ja, valt er mee joh. Valt er mee? Je kunt zelf deprimeerd maken wat je zelf wil. Nee, het valt er mee. Het is goed te doen hoor. Het is alleen een beetje minder van het weer, maar had voor mij wel wat meer sneeuw mogen liggen. Maar... Wat meer sneeuw? Ja, wat meer sneeuw, ja zeker. Ik vind dat wel mooi. In de kleine helemaal. Dus helaas. Nee, maandag is mijn vrije dag, dus waarom zou je dan last hebben van een Blue Monday, hè? Blue Monday doen we niet aan. Nee, dat totaal niet, nee. Weet je wel wat Blue Monday inhoudt? Ja, dat is de derde maandag of zoiets in januari. En dan heeft iedereen zo'n soort dip-idee. Flauwekul natuurlijk. Nou, ik weet dat het de laatste maandag van de volle week van januari is. Heeft u last van de Blue Monday? Van de wat? De Blue Monday. Nee. De meest deprimerende dag van het jaar. Ja, ik hoorde het, ja. Nee, geen last van. Geen last van Rutte. Nee. Voor de normale maandag, dat is al anders. Ja, maandag is... Ja, precies. Ja. Want weet u wat het inhoudt, de Blue Monday? Nou, ik hoor dat mensen depressiever zijn dan anders. Kent u het begrip Blue Monday? Nee, dat zeg maar. Wat... De meest deprimerende dag van het jaar. Oh nee, niet voor mij. Ik ben nooit gedeprimeerd. Heeft u last van de Blue Monday? Nee. De meest deprimerende dag van het jaar? Nee. Weet u wel wat de Blue Monday wat inhoudt? Ook niet. Misschien een blauwe maandag dat misschien bij moet komen van de, hoe zou ik zeggen, de drank die het weekend gedronken heb. Maar ik zou het verder niet weten. Nou, ik heb totaal geen last van. Ik denk ook dat er iets, ja, wat de mensen gewoon wijs gemaakt wordt. Ja. Ik geloof er niet in. Allemaal tussendoor, man. Dat is toch onzin. Denkt u dat de media daarmee mensen een beetje het aan het praten is? Ja, volgens mij wel. Want als je het namelijk niet elke keer herhaalt, dan staan de mensen niet meer stil, gaan gewoon door. En dan als ze dan lezen, ja, dat zal dan wel. Precies zo met de griepgolf, hè. Dan staat in de krant, iedereen is grieperig. En dan, ik voel me niet lekker, nou, dan zal ik ook weer griep hebben. Op die manier, denk ik. Ik denk als ze er niks over zouden zeggen, dat de mensen het niet door zouden hebben dat het zogenaamd dan de deprimerendste dag van het jaar is. Mocht u er wel last van hebben, wat zou u dan doen om uzelf een beetje op te vrolijken? Weet ik niet. Op vakantie gaan denk ik of zo. Ja, leuke dingen doen. Nou, ik heb met verschillende dingen wel eens, als media ergens veel aandacht aan besteedt, dan wordt het ook zo. Ja. Maar ja, mensen... jullie zien word ik vanzelf vrolijk. Dat is fijn. Dat toch weer wel.